Yves, ga niet zwaaien. Dit kan niet hoor. Deze twee poesjes vind ik zo schattig. Ik zou ze bijna meenemen. We lopen nu door de Hogeschool Utrecht en ik heb mijn properduis opgehaald. Welkom bij de derde kerstvlog. Het is vandaag woensdag 8 december en ik ga jullie vandaag weer een dagje meenemen. Het is nu 9 uur 's ochtends en ik ga zo meteen samen met Ivo naar Utrecht toe. Wat ik ga doen, zal ik zo meteen nog eventjes vertellen. Ik ga nu eerst een vakje openmaken van de adventkalender. En we zijn bij vakje 8. Hier. Een rode koffie. Het is van het merk Zuga's Molbergs Blending. Dit is de koffie. Door die rode kleur denk ik dat het best wel een sterke koffie is. Maar volgens mij is het niet met een bijzonder smaakje of zo. Dus nou ja, we hebben er eigenlijk nog geen één gedronken van die kalender. Dat moeten we binnenkort maar eens gaan doen. En wat ik vandaag draag is dit. Dit topje komt van de Primark. Het is heel erg leuk met zo'n wit biche aan de bovenkant. En deze broek is eigenlijk ook van de Primark. Het is een all Primark outfit vandaag. Wat we gaan doen in Utrecht is, ik ga mijn properduis ophalen. En dat is best wel een beetje laat, want ik zit nu in mijn afstudeerjaar en ik ga nu pas mijn properduis ophalen. Dat is eigenlijk je diploma voor je eerste jaar. Maar ik heb hem 1,5 jaar geleden aangevraagd en ja, er is van alles misgegaan of zo. Ik weet niet precies waarom. Ik was er vanmorgen over aan het nadenken en ik dacht van, oh ja, dat komt door corona. Maar ja, dat heeft eigenlijk helemaal niks te maken met het afdrukken van properduis. Dus ik weet niet wat er mis is gegaan. Misschien iets bij de drukker of zo. Maar ja, ik kan nu pas mijn properduis ophalen. Ik wil eigenlijk echt een keer deze jas weer aan. Maar het is gewoon steeds te koud. En ik loop nu steeds in een super lange winterjas echt. Die is echt lekker warm, maar ik wil gewoon ook leuke jassen dragen. Nee, het ziet er echt niet warm uit. Ik ga gewoon weer mijn winterjas aan doen. We lopen nu door de Hogeschool Utrecht en ik heb mijn properduis opgehaald. Ik zal hem zo even wat beter laten zien. Ik had tegen die vrouw verteld dat ik nu al in mijn afstudeerjaar zit. En ze vond het ook een beetje laat, maar ja, maakt op zich niet uit. Ik heb digitaal getekend, een heel lelijk handtekeningetje. En ik heb hem in de pocket. Nou, ik sta nu in de wc, maar dit is hem. Zo ziet het er nou uit. Ja, je ziet niet heel veel. Maar ik ben op zich wel blij met mijn cijfers. Ik heb een 7, 6, 7, 8... 7, 7, 7, 7, 8, 7, 7, 8, 7. Dus vooral heel veel zevens. Er stonden ook cijfertjes met allemaal vijven en een eentje. En Ivo dacht dat mijn cijfers waren, maar dat waren de studiepunten. We zijn nu onderweg naar de Siebel, want in Leidschendam was ik natuurlijk vergeten om mijn horloge te laten maken. Of om een kleiner te laten maken. Maar gelukkig zit hier ook een Siebel, dus dat ga ik even doen, zodat ik hem eindelijk kan dragen. Je hebt twee Siebels, maar ik denk dat we naar diegene op het station gaan. Want we moeten daarna toch weer terug naar huis. En dat ligt dan lekker op de route. We staan in de Siebel, mijn horloge wordt ingekort. We zijn toch naar die in de stad gegaan, want we moesten nog even naar de Hema. En hij heeft deze als referentie gebruikt, mijn oude horloge. Dus ik hoop dat de maat goed wordt. Ja, deze zijn ook wel mooi. Maar welke heb jij? Mag ik eens kijken? Die staat er niet tussen, toch? Nee, dat is een heel ander budget. Nou, mijn horloge is ingekort. Dit was mijn oude horloge en dit is deze. Ik vind hem echt veel mooier. Die man moest echt 3 keer op en neer lopen om een horloge in te korten. Hij had eerst 2 schakeltjes eruit gehaald. Toen had hij er nog 1 uitgehaald. En toen was het alsnog te groot, moest hij er nog 1 uithalen. Maar nu zit hij perfect. Dus we gaan nog eventjes naar de Hema, die zit daar. En dan gaan we weer naar huis toe. We zijn weer thuis en ik ga even een intro filmen voor een andere video. Dus ik ben weer even hier een heel statief aan het bouwen. Als ik zo laag zit, nee, dan moet hij wel iets hoger. Ik heb weer de poef. Maar dan moet er nog even een mandje op. Ik krijg als het goed is bij kerst een statief cadeau van Ivo. Dus ik kan niet wachten. Misschien is dit hoog genoeg. Als ik zo ga zitten. Nee. Dan zet ik er nog een glas onder. En dan.
dit is wel weer te hoog eigenlijk. Een lager glas. Ja, maar dit is tegenlicht. Hoe deed ik dat de vorige keer dan? Meer zo. Hoi allemaal. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Dit is de allereerste... Je gaat me nu niet altijd aanstaren, Yves. Hoi allemaal. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Yves, ga niet zwaaien. Dit kan niet, hoor. Even kappen, oké, okay, Yves? Want als ik het zo vaak doe, dan klinkt het niet meer natuurlijk. Oké, okay, de intro is gelukt. Ik ga het beeld even importeren, zodat ik gelijk de video kan laten exporteren. En dan ga ik samen met Ivo naar de kringloop. Want nou ja, we willen wat leuke versier, of hoe noem je dat, decoratiedingen voor in huis kopen. Sowieso voor kerst, maar sowieso ook voor nou ja, naast de kerst. Iets voor op de salontafel. Want daar hadden we dan bloemen staan, maar die gaan natuurlijk echt binnen 1 of 2 weken dood. Dus we willen eigenlijk iets wat gewoon voor lange tijd blijft staan. En we willen een schilderij voor boven het bed. Want we hebben hier voor boven de tv hebben we al posters besteld. Maar boven het bed is het ook best nog wel ja, een beetje kaal. Daar staan nu fotootjes, maar het is leuk als je daar wat groots doet. Dus daarvoor gaan we even naar de kringloop. We zijn nu bij de kringloop. We hebben nog niks gevonden. Hier zijn al heel veel schilderijen. Ik dacht net, oh deze is leuk. Een witte lijst en een soort van planten. Dit is gewoon een hele droge foto van een vetplant in een potje. Maar ik weet niet of hier nou echt iets leuks tussen staat. Hier misschien. Nee, ik denk niet dat ik canvas wil. Dat is ook zo moeilijk kijken. Zoek ook nog een staande lamp. Daar staat er dan één. Maar ja, het is allemaal het net niet. Deze is te klein. Hier heel veel hanglampen. Ze hebben ook heel veel kerstspullen. Heel veel mokken en zo. En we wouden graag iets met lampjes. Maar ook dit is het weer net niet. Want ja, het is erg verkleurd. Dit vinden we niet heel leuk. Dus ik weet niet of we gaan slagen vandaag. Deze twee poesjes vind ik zo schattig. Ik zou ze bijna meenemen. Ze zijn maar 1,70. Daar hebben we er plek voor. Ja, op, Het is wel schattig hè, deze katten. Ja, maar waar gaan we ze neerzetten? Ja, naast de tv ofzo. Het zou wel mooi staan. Ze zijn wel echt leuk. Zullen we ze gewoon meenemen? Ze zijn geslaagd. Niet voor grote dingen. Maar wel voor deze twee hele leuke beeldjes. Gaan we thuis even schoonmaken en dan misschien naast de tv neerzetten. Maar ja, ze hadden verder niet echt leuke dingen. Geen schilderijen of zo. Dus daarvoor moeten we denk ik een keertje naar een andere kringloop. Het is nu bijna 6 uur en wij gaan lekker eten. Op woensdag eten we meestal een broodje met iets van groente erop en een soepje. Dus ja, vandaag ook. Het eten is al een tijdje op en ik ga de vlog hierbij afsluiten. Ik ga zo meteen alvast even deze vlog editen, want ja, vind ik altijd wel leuk om te doen. En ik ga nog eventjes douchen. En nou, dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken en dan zie ik je weer in de volgende kerstvlog. Doei!